Ik denk dat heel veel mensen het bijvoorbeeld in huis gaan gebruiken om dingen te automatiseren. Om bijvoorbeeld je tv aan en uit te zetten, om je lampen aan en uit te zetten. En ook denk ik bijvoorbeeld dat het in de auto-industrie heel vaak gebruikt gaat worden, zodat mensen tegen hun auto kunnen praten en niet meer dingen achter het stuur te hoeven doen. En dat het gewoon wordt alsof je met vrienden in de auto zit te praten, maar dat je commando's aan je auto geeft, bijvoorbeeld om nog even langs de supermarkt te rijden onderweg naar werk. Ja, hopelijk wel.